Zo kan ik een veelvoud van getallen en voorbeelden geven over hoe wij onszelf overgeven aan Christus. We doen het heel vaak op de manier waarop onze blinde vrienden, die voor de preekstoel zitten, hier vanavond zijn gekomen. Zij zijn gekomen door zich toe te vertrouwen aan de zorg van gidsen. Sommigen van hen kunnen een flink eind lopen zonder gids. Maar anderen zouden de weg hierheen vanavond niet hebben gevonden zonder een vriend op wiens arm zij konden leunen. Dat is de manier om in de hemel te komen, door op Jezus te steunen. Verwacht niet dat u hem ziet, maar vertrouw uzelf aan hem toe en steun volledig op hem. Hij wil graag vertrouwd worden en geloof heeft een wonderlijke aantrekkingskracht op hem. Ooit was ik vlak bij het huis van de burgemeester van Londen. Terwijl ik daar stond, zei een blinde man die over wilde steken naar de Bank van Engeland tegen mij: "Meneer, wilt u mij alstublieft naar de overkant geleiden? Ik weet dat u het doen zult, want ik ben blind." Ik was er niet zeker van dat ik dat kon doen, want het is geen eenvoudige taak om een blinde man te helpen oversteken op dat gedeelte waar zoveel taxis en bussen voortdurend langs rijden. Maar zo goed als ik kon, slaagde ik erin. Ik denk niet dat ik het had kunnen doen als die arme man niet tegen me had gezegd: "Ik weet dat u het doen zult." Toen besefte ik dat ik het moest doen. Wanneer u tot Christus komt en zegt: "Heer Jezus, wilt u mij naar de hemel leiden?" en u vertelt hem dat u er zeker van bent dat hij nooit een arme blinde ziel de weg kwijt zal laten raken, dat u er zeker van bent dat u hem vertrouwen zult, dat hij zo'n goedaardige heiland is, dat hij nooit een schuldige zondaar die zich zo in zijn handen overgeeft zal verstoten, dan ben ik er zeker van dat hij u graag zal redden en dat hij zich over u zal verheugen wanneer hij u veilig naar het hemelhuis leidt. Wanneer iemand van u met zijn natuurlijke ogen kan zien, maar geestelijk blind is, wees dan blij dat er een gezegende gids is aan wie u zichzelf kunt toevertrouwen, en vertrouw uzelf ook werkelijk aan hem toe. Christus leidt de blinden over een weg die zij niet kennen, en hij zal hen blijven leiden, totdat hij hen brengt naar het land waar zij hun ogen zullen openen, en vol verrukking en verwondering de heerlijkheid van het paradijs zullen zien, en zich erover verheugen dat hij voor eeuwig voor hen is. Is het geen eenvoudige taak voor een arme om zichzelf aan Christus toe te vertrouwen? Het is zeer eenvoudig voor een schuldenaar om zijn schulden toe te vertrouwen aan zijn borg. Voor iedereen om zijn zaak in handen van een advocaat te leggen. Voor een patiënt om zichzelf toe te vertrouwen aan zijn arts. Voor een pelgrim om zich veilig te voelen onder een machtig konvooi. En voor een blinde om zijn gids te vertrouwen. Dat is allemaal heel eenvoudig en gemakkelijk. Het behoeft niet veel uitleg. Geloof in Jezus is net zo eenvoudig en net zo gemakkelijk. Waarom vinden wij soms dat geloof toch moeilijk? Dat komt omdat wij te trots zijn om in Jezus te geloven. Als we onszelf eens zouden zien zoals we werkelijk zijn, dan zouden we gewillig genoeg zijn om de heiland te vertrouwen. Maar we gaan niet graag naar de hemel zoals een blinde die een gids nodig heeft, of als schuldenaars die geen cent kunnen betalen. Wij willen een vinger in de pap hebben. We willen iets doen voor onze eigen redding. We willen iets van de lofprijzing en glorie ervan hebben. God beware ons voor deze duivelse geest. Terwijl het een heel eenvoudige zaak is voor de geestelijk arme om zichzelf aan Christus over te geven, wil ik ook opmerken dat het een daad is die in hoge mate God verheerlijkt. Christus wordt geëerd wanneer een ziel hem vertrouwt. Het is een vreugde voor zijn hart om vertrouwd te worden. Wanneer de zwakke zich aan hem vastklampt, voelt hij net zo'n vreugde als moeders voelen wanneer hun kleintjes zich aan hem vastklampen. Christus is blij wanneer arme, zonder zieke zielen tot hem komen en hem vertrouwen. Juist voor dat doel is hij in de wereld gekomen, om in de behoeften te voorzien van schuldige zondaren. Dus dit plan, dat zo eenvoudig is voor ons, verheerlijkt hem.